Ze gaan zich omdraaien. Eén draait zich om en die ander die staat met één voet op de vissersdooskruk. Heel mooi. Klein lachje mag wel hoor. Kijk, dat is het. Winning mood, hè? Denk je in alle rust die vissers aan de kant te treffen? Ed Stoop, presentator van het grote visprogramma, daar zitten ze. Klopt. Wat zijn ze aan het doen? Met deze hele ploeg. Ja, dit wordt een fotoshoot natuurlijk voor hun Fishomania optreden in Engeland natuurlijk. Fantastisch. Fishomania is in Engeland natuurlijk een hype al jaren. Een beetje vergelijkbaar bij de Premier League van het darten. En ja, over een paar weken gaat het beginnen. Jurgen Spier is een Arjen Klop. Ja, hoeveelste fotoshoot is dit? Mijn eerste, ja, dat dacht ik al. En voor jou? Ik heb wel eens een dvd-opname meegemaakt. Doe maar. Ja, maar een echte fotoshoot, ja, dat is ook mijn ontmaagding. Voelt het zo? Nee hoor, dat is maar beeldspraak. Gelukkig maar. Gewoon blijven lachen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar het geeft wel aan wat jullie teweeg brengen. Absoluut. Zeker met de mogelijkheden die er in Engeland zijn om het een beetje spannend te filmen en de juiste uitleg erbij te geven. Ja, dat wordt echt leuk om naar te kijken of dat je nu visser bent of niet. Voor iedereen is dat mooi. 15 camera's heb ik begrepen. Ook camera's op de vissen. Nou, op de vissen zelf waarschijnlijk niet. Vooral op de hengelaars. Maar... Onder water? Nee, dat denk ik ook niet. Ook niet? Nee. Onder water moet het allemaal rustig zijn, want er staat best wel wat op het spel. Dus het belangrijkste is uiteindelijk het vissen. En het in beeld brengen, ja, dat komt daarna natuurlijk. Voor ons als Nederlanders een nieuwe ervaring. Jullie zijn natuurlijk al heel wat gewend als het gaat om landen, team, vissen. Hoe doet Nederland dat eigenlijk? De laatste jaren vrij goed. We behoren nu tot de top 4, geloof ik, van de wereld. De laatste jaren een paar keer derde geworden op WK's en EK's. Dus het gaat alleen maar goed op dit moment. Jullie zijn daar nu dus op vierde. Waar zit hem dat in? Als je het mij vraagt, ook in het begeleidingsteam. We hebben een hoofdcoach en wat mijn Oké, vissen zit tussen de oren? Nee. Dat nog niet. Nee. Maar een coach, wat doet hij? Die zorgt dat alles goed achter de schermen geregeld wordt. Dus op tijd het aas, voldoende aas. Tijdens de wedstrijd geeft hij ons belangrijke informatie welke vissen er gevangen worden. Wat voor aas er gebruikt wordt. Oké, een soort spionnen bij andere teams om te kijken van hoe doen zij het. En dan natuurlijk, ja, het gaat om het aantal kilo's. Het totaalgewicht is van doorslaggevend in de wedstrijd, ja. Even naar Arjen. Ja, de doorsnee visserman die op de zondagochtend vroeg opstaat, die zal zijn vingers aflikken. Wat komt hier allemaal uit? Ja, dit is van alles. Ik heb toevallig net allemaal spullen klaar voor het EK van volgende week. En daar moeten we heel veel voor meenemen. Dat heb ik nu ook bij. Dus dan praat je echt over toch wel een 20-tal hengels, denk ik, bij elkaar. Okay, een tas vol hengels, inderdaad. Mandjes, speciale netjes, een speciaal stoeltje. Wat kost het allemaal bij elkaar? Oh, dat weet ik niet. Nee? Nee, dat weet ik niet. Want dat zijn echt wel aanzienlijke bedragen. Maar goed... Vis is een materiaalsport, maar je kan ook voor een paar tientjes heel veel plezier hebben. Dat is wel het mooie. Oké, okay, maar doen we ze gooi? Ja, duizenden euro's. Duizenden, hè? Ja. Ja. Want één zo'n hengel is al meer dan 1000? Ja, die zitten er ook bij. En die vis maar lachen. Ja, inderdaad. Ja, het vissen is een gevoelspelletje. Je moet dus een beetje aanvoelen op de dag, op het moment. Wat willen de vissen? Willen ze veel eten? Willen ze weinig eten? Je moet een beetje inschatten. Wat is een goed resultaat? Heb ik aan afloop van de wedstrijd aan 3 kilo genoeg of heb ik 10 kilo genoeg? Ja, zoveel mogelijk natuurlijk, toch? Ja, tuurlijk. Dan zou je zeggen van veel aas, ja, natuurlijk. Volle bak. Ja, maar dan kom je vaak bedrogen uit. Okay. Het is echt een gevoelspelletje eigenlijk wat mij betreft. En dan hopen dat je de beste keuze gemaakt hebt. Ja, het is natuurlijk de strijd tussen de visser en de vis. Maar hier gaat het dus om de vissers onderling. Dat is een heel andere strijd, denk ik dan. Ja, ik zie het niet zozeer als een strijd tegen de vissen. Je moet juist de vissen vangen om te winnen. Dus ze zijn je vrienden. Je moet, je moet ze verleiden jouw aas te eten. Ja, maar niet naar de buurman jagen dus. Inderdaad. Een beetje voorzichtig zijn, netjes met de vissen omgaan en dan vang je vaak de meeste. En dan is te hopen dat je buurman dat net wat minder doet als jij, dat je een paar gram meer hebt. En dan is de beker voor jou. Nog even naar Ed Stoop van Vis TV, de commentator van die 5 uur lang durende wedstrijd. Waar begin je aan? Ja, nou, eerst eens een keer mentaal mezelf gaan voorbereiden, want 5 uur is natuurlijk lang, is me nog nooit gebeurd. Normaal een half uurtje praten voor Vis TV en dat een keertje of wat per jaar, dat vind ik niet zo'n probleem. Je Engelse collega's die weten niet beter, die doen dat al jaren. Ja, kennelijk, dus dan zou je bijna moeten afkijken, maar die ervaring heb ik niet, dus ik zou het gewoon helemaal uit mezelf moeten doen. Nou kan ik, wat we dan plat zeggen, lul als brugman. Uiteindelijk is het toch staren naar het dobbeltje. Ja, nee, niet staren hoor, die jongens zijn echt voortdurend bezig, die zijn... Die hersens die zijn voortdurend aan het malen van doe ik het goed, hoe moet ik het doen. Ja, en ik vis zelf ook wedstrijden, dus ik weet wel waar het om gaat. Als je helemaal niet vist, en dan sta je misschien met grote ogen te kijken, wat gebeurt hier allemaal? Nou, jij weet wat er in die hoofdjes rondgaat. Want, ja, want er wordt gecoacht, er wordt ook gekeken van hoe gaan we dat doen? En, ja, natuurlijk, het gaat om een stuk eer.
En er is nog aardig wat te verdienen, ook voor die jongens. Maar vooral natuurlijk de eer om voor je land natuurlijk te gaan vissen. 25.000 ja, pond, hè? Ja, ik heb het gehoord. Dus er gaan dagen voorbij ik het niet op mijn rekening krijg. Dus het is fantastisch natuurlijk. En dat geeft wel aan hoe belangrijk het is en hoe het leeft in Engeland. En die Engelsen zijn hele gewiekste vijvervissers. Meer nog dan wij. Bij ons is het eigenlijk pas een paar jaar gaande dat men visvijvers hier in Nederland creëert. Waar je dan kunt gaan vissen. Want die vissen worden erin uitgezet? Wat dan worden ze uitgezet. En dat zijn vaak karpers, zilten. Maar ik heb begrepen dat in die vijver daar ook nog barbel zwemt en nog wat kleinere brazen. En dan gaat het uiteindelijk om het gewicht. En elke keer wordt er een tussenstand gegeven. Ja. Dus daar zit dan de spanning in. Dat is de spanning, want nergens in Nederland maak je mee dat na een half uur al vis wordt gewogen. Eigenlijk wordt bijna tussendoor bij ons noodgewogen. Wij vissen 3, 4, 5 uur en na afloop wordt de totale vangst gewogen. Dat is het. Oké, maar dat maakt het ook spannend dan. Dat maakt het hartstikke spannend, want nu zie je dus om het half uur van net stonden zij nog een kilo achter, maar nu hebben ze een karper net gevangen. Ze staan ineens 2 kilo voor. Hè, en wat doen de buren? Die zijn stilgevallen. Dus ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dus dat leeft bij mij ook heel erg. En terwijl het voor mij echt de eerste keer is. Dus aan de ene kant heb ik een hoop vraagtekens. Aan de andere kant verheug ik me er wel op hoor.